NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Ja, Manen, de wedstrijd, uitwedstrijd tegen Vitesse komt eraan. Hoe speciaal is die wedstrijd voor jou? Ja, het is een speciale wedstrijd voor mij. Ik heb daar lang gespeeld, mijn hele jeugd doorlopen. En, uiteindelijk ook in het eerste gespeeld en gedeputeerd. En, uiteindelijk was de doorbraak niet daar hoe ik hem wou hebben. Maar dan maar een stap terug, bijvoorbeeld naar NAC. En dan kijken of ik weer stappen hogerop kan. Maar het is natuurlijk een speciale wedstrijd. Lang gespeeld dus, zoals ik zei. En, hoe moet ik dat dan voor me zien in zo'n week na aanloop naar die wedstrijd? Kreeg je dan veel berichtjes uit Arnhem? Ja, niet veel berichtjes, maar je spreekt natuurlijk wel wat mensen en die zeggen ook tegen me van het is een mooie wedstrijd en gewoon dat je je best moet doen en niet al te gek. En je moet het gewoon als een normale wedstrijd zien zoals alle anderen. Dus elke wedstrijd is een finale en die moet je met dezelfde instelling ingaan, denk ik. En dat ga ik bij deze wedstrijd ook doen. Ja, doe je dat of ben je dan wel extra gebrand om daar te laten zien wat je kan? Ja, natuurlijk ben je extra gebrand, maar voor mij, ik ga natuurlijk elke wedstrijd in met dezelfde instelling. Het zou raar zijn als je nu opeens 200% kan geven en de vorige wedstrijd niet. Dus ik ga natuurlijk alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Hoe zijn die laatste twee weken voor jou geweest onder de nieuwe trainers? Ja, goed. Het zijn nieuwe trainers. Zij moeten ook aan de spelers wennen, wij aan de trainers. Trainen anders sowieso. En het gaat wel goed tot nu toe, dus geen problemen. Wat kunnen we van NAC verwachten in Arnhem? Ja, wij moeten gewoon ons eigen spel spelen. Aanvallend voetbal met veel passie en strijd. En wij moeten gewoon als één team opereren en gewoon compact bij elkaar blijven. En elkaar overal helpen. En als we dat doen, dan denk ik dat we dat Vitesse heel moeilijk kunnen maken. Is deze wedstrijd misschien wel vergelijkbaar met de wedstrijd uit bij PSV? Waar jullie ook goed voor de dag kwamen, ondanks de uitslag dan. Maar is dat vergelijkbaar, de tegenstander, hoe ze spelen, een makkelijk scorende ploeg? Ja, absoluut. Het zijn twee hele goede ploegen natuurlijk. En kijk, als je kijkt naar de wedstrijd tegen PSV, spelen we eigenlijk heel goed. Vooral de eerste helft. Iedereen werkt hard en we spelen goed positiespel en spelen heel aanvallend. En ik denk dat we dat tegen Vitesse ook moeten doen. Alleen de tweede helft tegen PSV lieten we elkaar eigenlijk stikken. En dat moet nu absoluut niet gebeuren. En iedereen moet voor elkaar gewoon willen werken en vuile meters maken. En ik denk dat het dan goed komt. Willen werken en dan 3 punten meenemen terug naar Breda? Ja, 3 punten zou heel mooi zijn.